Hoi, ik heb een lensetje gekocht bij de Hema voor smartphones, letterlijk 5 euro en ik pak hem net uit. Maak hem ook meteen stuk, nee hoor. Hallo, amigo Leiden. Leuk dat je kijkt. Maar dit is dus dit lensetje, het is een macro lensetje en er zit ook een fisheye lens op. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon even proberen. En waarom probeer ik hem niet gewoon live? Ja, het ziet er zo uit. Het is gewoon clip-on. Dus het moet gewoon super simpel zijn. Dus, are you ready? Dit is de fisheye lens. Die zat er al op. Dus ik ga hem gewoon opklippen. En voilà. Dat is cool. Even kijken of hij me nou ook... Hoi, amigo Leiden. Leuk dat jullie ook Frankwatching fan zijn. Hi, Diana, kom erin hoor. Nou, die werkt best goed. Kom erin hoor. Dat is Diana. Kijk eens. Dat is lekker. Hoe komt zij nou weer? Je bent live, Diana, in de uitzending. Okay. Ja, ik had al wat gepakt, maar dat geeft niet. Oh, dat geeft niet. Nee. Ook niet. Kijk eens waar ze mee aan komt zetten. Daar word je vrolijk van, hè? Hey, moet ik dit dan in? Nee, zet me neer. Ja, zet me neer. Komt wel op. Ik eet het wel op. Als jij een seintje geeft, kom ik koffie opnieuw brengen. Oh, fantastisch. Doeg. Ja, ik ga zo meteen een video-workshop geven. Aan een vrouw die wil leren vloggen. Dus Diana, onze oppas, die kwam net allemaal lekkers brengen. Oh, lekker. Maar goed, we gaan even verder met testen. Dus dit is de macro, of nee, dit is de fish-style lens. Ik weet niet of je het net had gezien. Dit is mijn gewone lens. En ik doe nu de fish-style lens erop van de Hema gewoon. Nou kijk, best cool toch? Het ziet er best wel gaaf uit. Hallo, Berlin Sinan. Nou, best cool. Ik vind hem best gaaf. Alleen hij is niet zo scherp. Dat is dan een beetje, ik weet niet of dat aan de lens ligt. Zien jullie het wel scherp? Maar het ziet er best wel cool uit, toch? Nou, ik hou hem er even af. Bobom. Nou, ik zet je even neer. Zo. En dan ga ik nog eentje proberen, want ik heb er ook een macro lens bij gekregen. Gekregen? Ik heb er gewoon voor betaald, hoor. Maar er was, thank you, Campino. Nou, dus die draai ik er gewoon even op. Super simpel. Op het clipje. Wow. Not too difficult. Kijk eens. En, Oké. Nou, hij zit erop. Dus nu zit de macro lens erop. En die gaan we natuurlijk ook even uitproberen. Ik ben wel benieuwd. Of ze zo in het Fries zouden zeggen. Ik ben wel benieuwd. Nou, voilà. Zag ik nou verschil? Ik zag geen verschil. Zien jullie nou? Ik bedoel, ik zie wel verschil, maar niet echt dat je denkt, dit is echt macro. Nog een keer proberen. Doe ik wat fout? Ah, weet je wat ik denk dat het is? Ik moet hem gewoon op de andere camera doen. No, this is unboxing a little clip-on for the smartphone, Gambino. That's what I'm trying out. So, let me test the other camera, all right? Oop. Okay, yeah, I guess I can see. See, so this is the macro, this is the macro lens. Okay. Nou, ik ben niet echt dat ik denk van, wow, super impressive. We gaan het toch even checken. Kijk zo. Dit is met de macro. Hey, hallo Armando. 3 centimeter afstand. Nou, we gaan het proberen. 3 centimeter afstand. Ja, ik vind dit er toch mooier uitzien. Ik weet niet hoor. Dit is met de clip-on. Oh. Dit is met de clip-on. I am speaking Dutch. En dit is zonder clip-on. Nou goed. Dat was dus de macro lens.
En net als ik de Fish Eye Lens probeerde. Fish Eye Lens vond ik best wel cool. Macro Lens iets minder van onder de indruk. Maar misschien komt het omdat ik het gewoon verkeerd gebruik. I don't know. Maar wel cool. Dus er zijn gewoon lekkere clip-on dingetjes die je mee kan nemen. En heel handig op je camera kan klippen. Ik heb zelf een iPhone 6. En ik denk, je kunt hem in principe op elke iPhone gebruiken. Er komt ook een mooi zakje bij. Ja, en alles gewoon bij de HEMA dus. Voor 5 euro's. Dus best te doen. Nou, dat was hem. Mijn korte review van de... Van de clip-on lenset voor smartphones van de HEMA. Leuk dat je keek. Thanks for watching. See you next time. Oh, moet ik het wel goed doen? Wat doe ik nou? Oh, swipe down. Hey, doeg!